Schalen. 2 eetlepels olijfolie. 3 teentjes knoflook. 2 laurierblaadjes in stukjes. 1/2 theelepel gedroogde chilipeper. 1 eetlepel paprika mild. 1/2 eetlepel tijm. 1 uur in de koelkast. Doe de lamstukken in de ovenbakschaal. Oven 180 graden voor verwarmen. Lamsvlees 60 minuten in de oven. Na een half uur het vlees omdraaien. Bak wat aardappelschijfjes en 2 eetlepels zonnebloemolie. Doe 450 gram tijmbonen in een pan. Laag je water ter hoogte van de bonen. Breng aan de kook. Daarna in het vergiet laten uitlekken. Eén eetlepel olie in de pan. Bak 1 ei goudgeel. Voeg 3 tomaten in stukken zonder pitjes. Na 2 minuten voeg de tijmbonen. Na 2 minuten voeg tijm. Oregano, basilicum, rozemarijn, licht verhaalde theelepel. Beetje zwarte peper. Beetje zout. Niks anders. Tijdbonen zijn in 10 minuten klaar. Niemand had last van zijn rug en ging naar Rusland voor een zilveren medaille. Een andere kreeg last van zijn kunstbeen. Hij kreeg een gouden medaille op de 10 kilometer schaatsen. Ik schaats achteruit door de oranje vlag van Alpendijk. Zo heb ik zin op dikke olifanten. Maar vooral van de lekkere gegrilde lamstukken.
samen delen.